20. Dus net voordat dadelijk de trein aan gaat komen, onze hoogheid erin, krijgen we het Wen Nou Weer lied. Dus die komen straks nog heel even zingen, hier op het aangepast podium. Maar van tevoren wil ik gewoon vragen of er van de een naar de ander de clubjes iets willen spelen. Wie heeft er nou als eerste een liedje daar? Alfredo de 21e met uw adjudant. Hartelijk welkom in uw Dommelbazendorp. Uw Dommelbazendorp, wat 51,5 week op u hebt zitten wachten. Om u te kunnen begroeten, te kunnen ontvangen. En u een fantastisch gebeuren hier te bezorgen in het Dommelbazendorp. Dat geldt hetzelfde voor onze prins, jeugdprins Lars I met zijn gevolg.
en zijn boerenmeisjes, de JJ, alles wat er omheen hoort, die gaan ervoor zorgen dat jullie met de jeugd een geweldige, mooie carnaval tegen moet gaan. Beste prins Alfredo de 21ste en jeugdprins Lars de 1ste. Ik wil je heel graag van harte welkom heten in ons Dommelbaars derp. Wat is een heerlijk gezicht om u, ondanks dit jaar alles anders gaat, weer vertrouwd met de trein zien aankomen. Ik hoop dat u en uw adjudant samen met onze jeugdprins, hofdame en adjudanten een goede reis achter de rug heeft. Het is mij een grote eer dat ik nu voor u mag staan om u officieel welkom te mogen heten in ons dorp. Namens alle inwoners, graag willen we met z'n allen carnaval 2023 officieel starten. De komende 4 dagen gaan we met z'n allen een geweldig feest bouwen. Het feest van saamhorigheid, gezelligheid en hier en daar een glaasje oranje of kinderchampagne. Rest mij nu om iedereen een gezellige carnaval te wensen. Ik hoop u de komende dagen nog vaak tegen te komen. Ik heb gezegd. Wij zijn super vereerd u samen te mogen begroeten hier in Dommelbaars derp. Voor prins Lars ten eerste natuurlijk zijn eerste jaar en prins Alfredo zijn tweede jaar. Maar samen zijn jullie voor het eerst uit de trein gestapt, omdat dat eerder ook niet kon. U weet al waarom. Dat is natuurlijk een heel heugelijk feit. We waren net op tijd in ons schema om dat allemaal mooi recht te breien. Daar kwam toevallig net zo uit. En we zijn ons super blij met jullie komst en dat jullie in ieder geval het droge weer hebben meegenomen. Het was heel leuk om samen met mijn adjudanten en hofdame deze reis te mogen maken. Samen met prins Alfredo de 21ste en meneer de adjudant. En nu hier met zoveel mensen bij elkaar, dat doet me goed. De komende jaren hoop ik en mijn gevolg en de boerenkinder jullie op vele plekken te ontmoeten. Bij de optocht, in de JJ-zalen en natuurlijk ook bij de Prouwrally. Ik wens iedereen fijne dagen toe en hoop jullie ergens te zien in ons mooie Dommelbaarse dorp. Ik heb gezegd. Welkom Dommelbaarse dorpers, bazen, bazinnen, baskers en bazinnekes. Het is voor mij dit jaar voor het eerst weer in de 3 jaar dat ook ik hier voet aan het perron mocht zetten van mijn prachtige Dommelbaarse dorp. En wat hebben wij samen met de jeugd een fantastische reis hier naartoe gehad. Met lol en we hebben gelachen. Maar het mooiste is natuurlijk als je hier aankomt dat er zoveel mensen hier naartoe zijn gekomen om ons welkom te heten. En daar zijn wij natuurlijk ontzettend dankbaar voor. En dat geeft ons juist ook de goede stemming om samen met u, want dat is wat wij hier willen, om samen met u straks ook echt het carnaval te mogen gaan vieren. La 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 la.
burger moeien en burger vaaien. Wat ben ik blij, en ik spreek namens velen hier op het plein, dat u er weer bent. Het heet afgelopen nacht en vanmorgen, gezeken van de regen, kan ik u vertellen. Maar u komt aan op het station en kijkt naar boven, de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Alle kinderen van Dommelbaarse Dorp verheugen zich om u en uw gezelschap weer te zien. Ik heb gehoord dat in uw gezelschap een meisje is die niet alleen heel knap is, maar ook nog jarig is vandaag. Klopt dat, hoogheid? Ja. En dat ja geldt daarvoor de jarig zijn of dat ze knap is? Allebei. Kijk, dat is nog eens een prins. Hè? Wie is Lize? Kom maar eens even naar boven, Lize. Hossa! Hossa! Hé! Hossa! 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 Hé! Even. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Krijgt altijd een cadeau. En ik heb geïnformeerd naar uw hobby's. En een van uw hobby's zijn honden, heb ik begrepen. Klopt dat, hoogheid? En heeft u zelf ook een hond? Drie honden maar liefst. En hoogheid. Ik heb gehoord dat u met de hond op cursus bent geweest. Klopt dat? En wat voor soort cursus? Een gehoorzaamheidscursus. En dat vind ik nou zo jammer dat u mij niet even van tevoren had geïnformeerd, want dan had mijn vrouw meegekund op cursus. Dus als u voor deel 2 gaat, mij even bellen en dan ga ik gezellig met mijn vrouw mee. Hè? Maar iedere dag een paar van deze brokjes door het eten en de hond die luistert, precies zoals je het zelf wil. En ik weet het, want ik doe met carnaval bij mijn kinderen iedere dag 2 van die brokjes in het eten. Dus, hoogheid, ik hoop dat ze u helpen met sjouwen. Maar als dank dat u hier weer op bezoek bent, krijgt u van mij dit grote cadeau. Heel veel plezier met de honden. Dus naast de veldwachten hebben we ook nog een karateburgervaaier. Dus, hoogheid, u gaat dit jaar niks overkomen. En laat ik nou toch hier op kantoor een blauwe en een gele band van karate hebben gevonden. Die had ik nog liggen van mijn voorganger. Want ik ben niet zo van de karate, dat hadden we al lang gezien. Maar ik heb hier een blauwe en een gele band. En kunt u mij vertellen hoe ze heten? Hoe heet de gele band? Derde Kaju. Kijk, dat bedoel ik. Breng het terug zoals ik het u gebracht heb. Maar zorg er vooral voor dat jullie met heel veel plezier de dagen doorbrengen. Want jullie zijn van nu de baas. Dus als papa en mama zeggen geen cola meer, dan zeg je gewoon ik ben de baas. Geen chips meer, wij zijn de baas. We gaan naar bed, jullie zijn de baas. Dus luister wat de burgemeester gezegd heeft, komt het helemaal goed. Ik hang u graag de sleutel op. Ja. Lang leven Dommelbaarse Dorp en lang leven het jeugdprotocol. Hossa! 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 Deze jaar gaat alles anders. Nou, ik moet zeggen, je hebt uw eigen eraan gehouden. Deze jaar gaat inderdaad alles anders. Normaal is het traditie dat vlak voor de carnaval de voorzitter van Dommelbaarse Dorp buiten gegooid wordt. Deze jaar is hij er nog steeds. Dat kende hem ook niet buiten gooien, want het is maar in een aantal interim natuurlijk. En hij doet het voor zijn doen. Geweldig. Maar daar was het eerste wat al anders was. Maar naast mij. Deze jaar gaat alles anders. Had ik vorig jaar nog mijn dikke vriend hier staan. Maar ben je er of niet?
Dag. Met petje. Jou staat toch ook alles. Jou staat toch ook alles ook, hè? Kom eens even naar voren, Björn. Ik heb hoe gisteravond zien drummen. Nou, het is echt ongelooflijk. De energie en de inspanning wat jij daarmee doet, dat is fantastisch. Maar niet alleen met drummen. Want je hebt afscheid genomen als burgervaaier. Na een aantal jaren waarin ik in alle bescheidenheid mag zeggen dat jij alles hebt gegeven wat in je zat. Je hebt dat in mijn ogen op een fantastische manier gedaan. Je hebt de burgervaaierrol neergezet zoals die neergezet moet worden. En jij hebt het zelfs voor elkaar gekregen dat Vughtse clubjes niet naar Den Bosch gingen, maar dat de kruksjes uit Den Bosch naar Vught kwamen. Nou, dat moeten de grote zijn, want die komen niet zomaar naar Vught. Hè? Geweldig gedaan. Jij hebt het een impuls gegeven. En ik wilde namens het gemeentebestuur dan niet zomaar voorbij laten gaan. En draag er met eer. Ja, zeker. Dank je wel. En nou mag het petje weer op. Je ziet er fantastisch uit. Ik weet niet of het bij het thema past, deze jaar alles anders. En dat we volgend jaar de bijnen weer terugkrijgen. Maar wat mij betreft ben je een blijvertje. Want tot nu toe vind ik dat je het geweldig hebt gedaan. Ik heb gehoord dat een hoogheid een bijzondere dag heet vandaag. En dat hij daarom besloten heeft om vanmiddag om 4 uur een snippenmiddag te nemen. Het moet niet veel gekker worden hier in Dommelbaarsdorp. De hoogheid die net is aangekomen en die dan om 4 uur weer zegt, jongens, veel plezier, ik ben er vandoor. Dus de volgende opdracht, zorg dat de prins volgend jaar de hele carnaval hier in het dorp is. Als u deze zo wil vasthouden, pak ik van u de microfoon eventjes. Met het papier naar het publiek gaan staan. Hoogheid, nee, even wachten, nog niet uitpakken. Hoogheid, als u deze vast wil houden met het publiek, papier naar het publiek. Mijn laatste opdracht is dat jullie volgend jaar als prins, adjudant en burgemoeier je gewoon houden aan de blauw en gele kleuren. 1, 2, 3. Wat een joker! Wat een joker! Ja, en een welke toets. Ik heb een wat en deze gezet. En deze en deze. Nou, voor Roderick, daar hebben we hem. Daar hebben we hem. Hij staat er. En ik heb de sleutel. Nou kan er niks meer fout. Echt. Zo is het. Dan ga ik eens even kijken of we verder gaan met de speech die ik natuurlijk ook voorbereid heb. Het is een heel eer om in deze schoon Dommelbaarse dorp van u de sleutel van ons dorp te mogen ontvangen. Het is zoals u allemaal heeft kunnen zien hier prachtig versierd in dit dorp. We hebben prachtige vlaggen, nieuwe lampjes, schitterende foto's. De Bertus is weer helemaal opgepimpt. Het ziet er allemaal prachtig uit. Bij Keitros, ik wil eerst een heel groot applaus voor die supermooie versieringen die wij hier allemaal gekregen hebben van de gemeente. Ik zal heel goed op deze sleutel letten en op uw dorp. Ik zorg ook, net als u, dat wij verbinden samen met Keienspellersdorp en met Neutergat. Want wij gaan straks turen bij de buren, wij gaan of toeren bij de boeren, net hoe ik het zien wilt. En wij gaan verbinden, net zoals u dat doet. Want als je goed gekeken hebt, zie je links en rechts in de verschillende dorpen allemaal gekleurde zebrapaden. En dat betekent dat je in de gemeente Vught mag zijn wie je bent. Dat is toch ook een mooi feestje. En als je nou denkt, ja, dit jaar gaat alles anders. Ook in dit jaar ging een Dommelbaarse dorp van alles verkeerd. En wat denkt u dan? Ook Menneraad was in alle staten. Het was echt algemeen bekend. Maar ook algemeen bekend is, als dan de lokroep gaat van de auto, dan weet het al, menig paars kan zich niet weerstaan en dan gaan ze hoep, 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 hoep naar de moerasgat aan de kant door. Daarom
Waarde burger Roderick, het is mij een hele eer om dit jaar een heel bijzonder pakket aan te bieden. Het EBDWDWWVW pakket. Nou weet jullie echt niet wat dat is, dat zal ik uitleggen. Het eerste Bourgondisch Dommelbaarse Durp Wit Wel Van Wanten pakket. Dat is voor die carnavalsvierders die zo snel als het maar gaat, nadat mijn marsgat hier verderop willen, want dan peren ze hem, zo gezegd. Nou, en dan gaan ze met die rood-wit-gele sjaaltjes, maar toch ook de blauw-gele sjaaltjes die kant op. En dan heb ik u vertellen dat ook burger Roderick soms een voorkeur heeft voor dat Bourgondisch carnaval hier neffen. Nou, wijs ik natuurlijk weer naar 073. Vandaar dan ook de vergimmishendige EBDBDWWWVW pakket. Dames, komt u even. Staat u mij toe de assistentie te vragen voor deze twee raadsleden? Het ene raadslid van Weet Van Wanten en zo, dat is deze. Oh. En dan krijgen we het volgende raadslid. Dat volgende raadslid, dat is van Schepkes en zo. Dat is deze. In dit pakket vinden een schepje waarmee je langs de A65 een extra avanceerbaantje kunt graven. Zo, onder alle kruispunten door. En de ene keer, dan ben ik daar zo, hoppakee, als ik dan heel flink graaf, zo hop. En dan mijn was gaat aan die andere kant. Of als je met de trein gaat, hopsakee, dan graaf je hier gelijk in een tunnelbak, onder alle spoorwegovergangen door. En dan hoppakee, zo onder de grond. Dan ben je veel sneller in een geliefde Oeterdonk. En als je dan denkt, nou de hentjes uit de wandjes, hier hangen ze, dan denk je, nou dan gaan we zo daarmee verder. En als je denkt, nou ben ik klaar, dan wil ik weer terug, dan vat de blauwe schepje, dan staat ik terug op, als je goed kijkt, terug. En dan ga je weer langs de A65, dan graaf je eigen weer terug. Eigen graf, nee hoor, de eigen avanceerbaantje weer terug. En dan denk je, nou al die mensen met een rood-wit-geel om, als je nou allemaal meegraven, dan hebben we daar zoveel elkaar. En dan hoeft de hele raadstaat er helemaal nergens meer iets van te vinden. Het is allemaal niet zo moeilijk. Nou, en dan voordat ik dan nog verder ga, als dat klapzandweg nou allemaal opgraaft op een hele grote berg gooit, en die douwen we hier ergens in Dommelbaarse Durp neer, dan hebben we meteen een bamberg gevonden. Dan is dat mysterie ook opgelost. Dus, waarde burger, heel veel leut met een vergimmens mooie EBDBDWWVW pakket. Wij zijn hier samengekomen om voor de kinderen van Dommelbaarse Durp carnaval officieel te openen. 4 dagen carnaval. Als het aan ons ligt, met heel veel plezier. Mooi weer en gezellige muziekskus erbij. En met jullie allemaal erbij gaat dat zeker goed komen. Ik wens iedereen een toffe carnaval. En ik ga ervan uit dat we elkaar deze dagen nog tegen gaan komen. Dan nu het officiële moment. Ja, deze man. Prins Alfred, de 21ste, aan u het woord. Dank u wel, Ties, voor jouw woorden. En natuurlijk wederom iedereen van harte welkom hier op het Jan van Genenplein. En wat is het fantastisch om ook hier weer heel veel mensen te mogen ontmoeten. En zoals de heer Van der Mort al heeft aangegeven, het weer is vandaag gegund. De weersvoorspellingen zagen er wat minder gunstig uit hedenmorgen. Maar laten we ook hiervan genieten.
En na een jaar van afwezigheid denk ik dat het tijd wordt dat ook Broeders weer gaat ontwaken en over ons mag gaan waken deze vier dagen van carnaval. Dus ik zou graag willen vragen aan de heren van mijn gevolg en de dames van mijn gevolg om Broeders te onthullen aan het volk van Dommelbaarse Durk. De beste mensen des geschattena, als wij de carnaval tezamen lopen. Ik draai het hoekje om mijn matte met, met jou en boeren voor het witte boven. En als ik buiten kom, dan kijkt hij weer. En denkt hij is de wille mijn zusje. En schijnt er op de avond nog aan denkt. De veel van minder nog een leuke kusje. Oh. Dagenlang was ik aan mijn doel.